Drie jaar geleden bracht DJI zijn eerste LiDAR payload, de Zenmuse L1, uit. Nu, een goede drie jaar later, komen ze met het grote broertje van de L1, de DJI Zenmuse L2. De DJI Zenmuse L2 is een LiDAR scanner payload. En voordat we verder in die sensor duiken, is het goed om heel even kort te kijken wat nou precies een LiDAR is. Een LiDAR is een laserscanner en het is het makkelijkste te vergelijken met een afstandsmeter die je wel kent van de bouwmarkt. Hij schiet een laserpuntje af, die weer kaatst tegen het object waar hij tegenaan komt. En dat teruggekomen signaal wordt opgemeten, waardoor je eigenlijk allemaal afstandspuntjes krijgt ten opzichte van de laserscanner. En op het moment dat je dat combineert met de locatie van die scanner, kun je een puntenwolk maken van alle puntjes die hij af heeft geschoten. En dat doet hij zo'n 240.000 keer per seconde. Nou, de Zenmuse L2 is de opvolger van de Zenmuse L1. En het is geen vervanging, want het is gewoon een grote broer ervan. De L1 blijft ook gewoon leverbaar. En we gaan eens kijken wat er allemaal bij zit. In basis natuurlijk de L2. Het welbekende koffertje waar we de payloads tegenwoordig in ontvangen. Met de instructieboekjes, een schoonmaakdoekje en wat silica gel. En als we dan de beschermkap eraf halen, dan komt de grote L2 tevoorschijn. Nou, aan de voorkant zie je eigenlijk twee grote hoofdcomponenten. Het bovenste onderdeel is eigenlijk een soort mooi spiegeltje. Dat is waar de laserscanner achter zit. En die laserscanner die schiet dus 240.000 puntjes per seconde af. Die weerkaatsen en die worden daar ook weer opgevangen. Onder de laserscanner vinden we een RGB-camera. En dat is in dit geval dezelfde camera van de Mavic 3 Enterprise. En die RGB-camera die gebruiken we eigenlijk puur om de informatie van die LiDAR een kleur te geven. Op het moment dat die laserscanner werkt, dan schiet hij allemaal puntjes af. Die data komt terug, maar er zit verder geen kleurinformatie in. Het is puur een puntje op een bepaalde afstand. Om die puntjes toch een kleur te kunnen geven, kan de L1 of L2 tijdens het vliegen foto's vastleggen en de kleurinformatie uit die foto's kan gebruikt worden om die kleuren eigenlijk over die puntjes heen te leggen. Nou, die LiDAR is een stuk verbeterd en dat heeft voornamelijk te maken met de kracht van die LiDAR en de beam divergence van die LiDAR. Dat heeft eigenlijk twee gevolgen. De kracht van die LiDAR zorgt ervoor dat de LiDAR in staat is om op een grotere afstand objecten te meten en ook in combinatie met de reflectiviteit. De reflectiviteit zegt iets over hoe goed het licht weerkaatst op een object. Heb je een object met een hoge reflectiviteit, dan kan je dat makkelijk op een grote afstand herkennen. Maar reflecteert iets heel slecht, dan heb je een sterker lichtsignaal eigenlijk nodig om dat op een grotere afstand te meten. Nou, doordat die laser wat sterker is geworden, weerkaatst hij dus ook op een grotere afstand en beter vanaf objecten die minder reflectief zijn. Daarnaast is de beam divergence een stuk kleiner geworden. En die beam divergence die zegt eigenlijk iets over hoe groot de straal is op een bepaalde afstand. Net als met alle stralen en lichtdingen heeft de straal een uitlopende beam. En hoewel het een laser is en dat dus een hele smalle beam is, komt het erop neer dat je op een afstand van bijvoorbeeld 100 of 150 meter toch een wat grotere plek krijgt waar die laserstraal uit bestaat. Nou, hoe kleiner die beam divergence en dus hoe kleiner die plek op het moment dat je een object raakt, hoe groter de kans dat die bijvoorbeeld door smalle objecten heen gaat en die straal bijvoorbeeld door takken heen toch op de grond terechtkomt. Dus een kleinere beam divergence in combinatie met een sterkere LiDAR zorgt ervoor dat die beter reflecteert en op een grotere afstand kan detecteren, maar ook beter door objecten heen penetreert. Qua camera zit eronder een 4/3 Micro Four Thirds chip. Dat is dezelfde chip die we kennen uit de Mavic 3 Enterprise. En die heeft als verschil dat die tegenwoordig tijdens het LiDAR data verzamelen ook gebruikt kan worden om foto's te verzamelen om fotogrammetrie mee te doen. Bij de L1 was het zo dat je fysiek moest kiezen tussen of LiDAR met kleuren erin of fotogrammetrie. En bij de L2 kan je de foto's die hij tijdens de LiDAR-missie maakt ook gebruiken voor het maken van een 2D-model. Nou, daarnaast is ook de sensoren in de L2 wat verbeterd, waardoor de nauwkeurigheid van de L2 verbeterd is. Maar daarvoor gaan we even naar de specificaties kijken. Als we de specificaties van de L2 erbij pakken en we zetten die naast de L1, dan zien we eigenlijk een paar dingen gebeuren. We zien allereerst de reflectiviteit waar ik het net had in combinatie met de afstand waarop hij dit kan detecteren.
Als we kijken naar 10% reflectiviteit, dus een object wat slecht reflecteert, dan zie je dat de L1 die op 190 meter nog kon detecteren, waar de L2 dat op 250 meter doet. Pakken we het 450 meter vergelijkingspunt, dan zien we dat de L1 op die afstand een object nodig heeft wat minimaal 80% reflecteert om het te kunnen detecteren, waar de L2 slechts 50% reflectiviteit nodig heeft, waardoor die dat dus beter kan. Het tweede wat we terugzien heeft te maken met het aantal puntjes per seconde en het aantal returns. Het aantal puntjes per seconde is in basis bij beide sensoren 240.000. Alleen het verschil was dat de L1 op het moment dat je die op 3 returns zette, terugging naar 160.000 puntjes per seconde. Daardoor was bij de L1 het maximale aantal puntjes 480.000, terwijl de L2 met 5 returns met 240.000 puntjes op een totaal van 1,2 miljoen puntjes per seconde komt. Die returns die zegt iets over hoe vaak een signaal kan terugkaatsen. Op het moment dat je meerdere returns hebt, dan kan het signaal meerdere keren terugkaatsen voordat die weer in de sensor terechtkomt. Heb je 3 returns, dan kan een object dus 3 keer weer kaatsen en de 4e weerkaatsing wordt genegeerd. Bij de L2 hebben we 5 returns, waardoor pas de 6e weerkaatsing genegeerd kan worden. En dat heeft onder andere met vegetatiegrootte verschillen. Op het moment dat je door bomen heen gaat kijken, dan kan het zijn dat je meerdere takken tegenkomt waar dat signaal op reflecteert voordat je de grond raakt. Maar je wil wellicht het grondniveau meten. Nou, door meer returns in combinatie met die kleinere straal heb je veel meer kans dat die laser ook daadwerkelijk op de grond terechtkomt en je dus veel meer puntjes van de ondergrond te zien krijgt. De nauwkeurigheid is dus ook een stuk verbeterd. Dat zien we voornamelijk in het horizontale vlak. Daar is de L2 maar liefst 2 keer zo nauwkeurig geworden. Maar ook op het verticale vlak zien we een verbetering van zo'n 20%. Dus ook daar is hard aan gewerkt in combinatie met de betere IMU die erin zit. Dan hebben we de RGB-camera die eronder zit. Bij de L1 was dat de camera van de Phantom 4 RTK. Dat was een 1-inch sensor. En bij de L2 is dat dus de camera uit de Mavic 3 Enterprise, waarmee het een 4/3 Micro Four Thirds chip is. En als laatste is een belangrijk feit de IMU warm-up. De IMU in een LiDAR is heel belangrijk omdat die helpt bij de locatie en richting van de LiDAR. Alleen bij de L1 was het zo dat die LiDAR een opwarmtijd nodig had. Die kon soms wel 5 tot 10 minuten zijn, waardoor je een tijd moest wachten voordat je met het vliegen van je missie kon beginnen. Bij de L2 hebben ze dat opgelost en is er geen opwarmtijd meer nodig. Dus zodra je drone is opgestart, kun je eigenlijk gelijk de missie starten om gelijk met de mapping en de L1 vastlegging aan de slag te gaan. Nou, mocht je nou meer over deze L2 willen weten of er wellicht eentje aanschaffen, dan kun je uiteraard terecht op droneland.nl of in een van onze winkels.